Oké, dus jij bent werkzaam in het onderwijs. Vind jij het ook zo'n dynamisch, soms hysterisch, maar gelukkig tof beroep? Je begrijpt het al wel, ik ben juf, ook werkzaam in het onderwijs. En het is mijn missie om online leren net zo betekenisvol te maken als het fysieke onderwijs. Dat doe ik wekelijks op mijn YouTube-kanaal Ben je geflipt? Maar vandaag heb ik de eer om jullie meer te vertellen over digitale didactiek. Na deze video kun jij dus benoemen hoe jij jouw studenten of kinderen in de klas het beste online laat leren. Let's go! Het gevaar is dat mensen online leren gaan zien als iets compleet nieuws en er allemaal nieuwe dingen voor gaan ontwikkelen. Nee jongens, het blijft gewoon onderwijs. En jullie zijn de expert in het geven van onderwijs. Dus denk eens aan dingen, aspecten die belangrijk zijn bij het geven van een fysieke klassikale les. Neem nou bijvoorbeeld de voorbereiding. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben altijd in die eerste dagen na de zomervakantie gewoon weer zenuwachtig. Want de kinderen weten nog niet mijn afspraken, kennen mij nog niet, er is nog weinig duidelijkheid, dus vind ik altijd wel een beetje spannend. Nou, probeer dat beeld nou eens te koppelen of te kopiëren naar je eerste online lessen. Je gaat er bij je eerste online lessen dus ook niet vanuit dat de kinderen al weten wat ze moeten doen, afspraken hebben gemaakt. Nee, dat zal je echt nog moeten doen. Je zal moeten bedenken hoe wil ik dat mijn les gaat verlopen. Want hoe beter jij je les voorbereidt en weet wat je wil, hoe beter jouw online les gaat verlopen. Het is tijd voor een voorbeeld. Vandaag weer een hybride les. Dat betekent dat de helft van jullie thuis mij op het beeldscherm ziet en de helft zit gelukkig hier. Even belangrijk, thuiszitters, zorg dat je op een rustige plek zit. En ik wil niet vervelend doen en ik weet dat jullie me vervelend gaan vinden, maar deze wil ik echt even niet meer zien, want ik wil jullie iets leren. Thijs, belangrijk voor de thuiszitters. Thijs, jij bent een man van de tijd. Deze les gaat 60 minuten duren en wil jij over een half uurtje even zeggen, jongens, het is tijd voor pauze. En Monika, jij zit hier, wil jij de chat even bijhouden? Want dan kunnen de thuisblijvers even goede vragen stellen en dan kunnen we die hier onder de aandacht brengen. Nou, je ziet het al wel. Dit vraagt dus van jou als docent om na te denken, hoe wil ik nou precies dat mijn les verloopt? Hoe hou ik de studenten betrokken? Welke rolverdeling pas ik toe? En wat verwacht ik van welke student? En nu komt het mooie. Dit doe je als je een fysieke klassikale les geeft. Dus bij een online les gewoon kopiëren. En dan komt het helemaal goed. Het volgende punt wat jij vast altijd toepast tijdens je fysieke klassikale les is samenwerking. Zeg nou eerlijk, we houden er allemaal van en we hebben allemaal de behoefte om even lekker te socialiseren. Lekker informeel geklets. Bovendien, als jij weet dat die ene student op het punt staat om oom te worden, dan wil je hem hier naar vragen. Dat verbetert je relatie met die student. We spreken dus bij deze af. We gaan online niet alleen maar zenden. Nee, we gaan tijd en ruimte creëren om te samenwerken. Maar dan komt eigenlijk tip 1 weer even om de hoek kijken. Dat moet je wel goed voorbereiden. Anders is mijn ervaring, vinden studenten en kinderen dat een beetje ongemakkelijk en onwennig. Dus geef een opdracht, vertel met wie ze samenwerken, hoe ze moeten samenwerken, hoe laat ze weer terug moeten zijn voor de gezamenlijke les. En dan nog even een goede tip. Zorg dat jij als docent ook steeds bij die verschillende groepjes even meekijkt. Een online les beginnen met een teambuildingsactiviteit doet het bij mij ook altijd erg goed, moet ik zeggen. Ik speel heel vaak tegelijkertijd met z'n allen een game, dat is Snake. Wat ik ook vaak doe is zoek het verschil. Dan gaat één leerling of student iets toevoegen aan zijn achtergrond. En met z'n allen zingen, met de camera en met het geluid vooral, tegelijkertijd aan, doet het ook altijd heel goed. En om dat informele geklets een beetje te stimuleren, ja, daarvoor geef je pauze. Dan kunnen eindelijk die voetbaluitslagen en de nieuwste kleding aankopen besproken worden. En nog even een leuke tip. Ik voeg ook wel eens een challenge eraan toe. Dus jongens, ga nu naar buiten, ga lekker wandelen en bel iemand uit de groep. Over een kwartiertje zie ik je weer terug en wil ik horen met wie jij hebt gebeld. Nou, en omdat dit verhaal heel ongeloofwaardig gaat worden als ik nu 20 minuten lang ga zitten zenden. Jullie hebben nu pauze. Zet de video even op stop. 5 minuten, pak even lekker een kop koffie, check je socials en... wat is er over 5 minuten toegevoegd aan de achtergrond? Ik ben benieuwd. Ik zie je zo. Yes, yes jongens, ik ben weer terug. En wat is er toegevoegd aan de achtergrond? Even terug naar het doel van deze video, namelijk hoe laat je jouw studenten het beste online leren? Tot nu toe hebben we besproken A. De voorbereiding is essentieel.
om de didactische inhoud goed te kunnen verwerken. En B, samenwerking, om de relatie ondanks de afstand goed te behouden met je studenten en tussen je studenten. Nou, wat ik nu doe, een duidelijk doel stellen en daar gedurende de video op terugkomen, dat is ook wat jouw online les doet slagen. Laat het doel wat je wil behalen ook echt op de inhoud leidend zijn in je online les. En dat is iets anders dan het onderwerp benoemen van je les. Nou, als jij een doel wil behalen, probeer dan ook echt het brein van je studenten of van de kinderen mee te nemen in de verkenning van het doel en de evaluatie van het doel. En het maakt dan niet zoveel uit als je dat zo doet, hoe je les verloopt. Als die anders verloopt of je hebt niet alle oefeningen gedaan, maakt het niet uit. Want als ze maar in de evaluatie kunnen vertellen welke stapjes ze hebben gezet op basis van je doel, dan is dat eigenlijk het succescriterium van je online les. Nou, en dan nog even een tip. Straks aan het einde van de video ben je er denk ik best wel een beetje klaar mee. Als ik dan ga vragen, nou, wat hebben jullie vandaag geleerd? Beetje saai. Dat is voor studenten en kinderen precies hetzelfde. Dus maak een quizvraag of stel een situatieschets op waarin ze mogen meedenken. Wat het bij mij altijd heel goed doet is, maak een Instagram post en doe daaronder hashtags. Daarover gesproken jongens, trouwens. Welke drie hashtags beantwoorden het doel van deze les? Hashtag voorbereiding. Hashtag samenwerking en hashtag doelen stellen. En dan gaan we nu naar het laatste cruciale item wat je online les doet slagen. En dat is motivatie. En ja, dat is lastig, vind ik ook. Want als je een ongemotiveerde student hebt, wil je het liefst even knipoog geven, een arm om iemands schouder slaan of even een informeel praatje houden. En toch is het te realiseren. En ik ga je vertellen hoe. Het is eigenlijk heel simpel. Verplaats je in het perspectief van de student. Vraag: hoe zorg ik ervoor dat studenten energie krijgen van mijn online les? Antwoord: ik moet ze blijven boeien. En wat hebben we daarvoor nodig? Jawel, creativiteit. Dus organiseer een trainingsboekendag. Of wees de meester die altijd ergens in zijn achtergrond een roze badeentje heeft staan. Of weet ik het wat, maak jouw online lessen uniek. Wat ook kan helpen bij de motivatie is het geven van autonomie. Zo organiseer ik vaak een keuzeuurtje met allerlei verschillende soorten onderwerpen. Studenten mogen zich dan aanmelden, maar het hoeft niet. Wat zij willen en wat het beste bij hun past. Nou, en soms is pedagogiek nog veel belangrijker dan alles wat ik zojuist heb verteld. In de coronaperiode, de eerste lockdown, had ik best wel wat kinderen die door angsten niet eens hun bed meer uitkwamen. En die ik dus best wel lang niet heb gezien in mijn online lessen. Dat vraagt van mij als leerkracht echt passend onderwijs. Contact met de kinderen, telefonisch contact met de ouders. En dan was ik echt al mega blij als die kinderen alleen maar aanwezig waren tijdens mijn online lessen. Maak dus keuzes in welke doelen en aanpakken jij stelt voor welke student. Wat voor ons dus kleine stappen kunnen lijken, is in het gevoelsleven van een student soms een mega overwinning.